Het is de regio West-Brabant voor de tweede keer gelukt om te worden verkozen tot de logistieke hotspot van Nederland. En dat is een bijzondere prestatie. Want overal in het land zijn bouwactiviteiten aan de gang. En de regio's zijn natuurlijk bezig om zoveel mogelijk bedrijven aan zich te binden. Maar West-Brabant heeft dit jaar wederom de beste papieren. Hoe doen ze dat? Daarover gaan we in gesprek tijdens de Summit Logistieke Hotspots 2018 in Lelystad. Daarin onder meer te gast hoogleraar Lori Tawassi over de verschillende transportmodaliteiten. Ook spreken we daar met Onno Vermoten. Hij weet hoe je in korte tijd 400 mensen aan je kunt binden. En met Stefan van Uffelen over het duurzaam bouwen van distributiecentra. Hier op de redactie van logistiek.nl zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen. En dat belooft een inspirerende dag te worden waarin je in gesprek kunt gaan met sprekers en collega's aan 10 verschillende tafels. Ik ben er ook bij en ik hoop je te zien. 29 mei in Lelystad. Tot dan!